Hoi en welkom bij weer een spiksplinter nieuwe video. Vandaag ga ik iets mega tofs doen. Ik ga namelijk deze hele grote LOL Surprise Ball unboxen. Nou, ik kan echt gewoon niet wachten om te zien wat er allemaal in zit. Maar voordat ik ga beginnen, gaan we natuurlijk wel proberen om de like op van vandaag te halen. En dat wordt de 14.000. Dus doe deze video zeker eventjes een duimpje omhoog, want dat helpt me echt enorm. En vergeet dan ook zeker niet om op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat. Op die manier krijg je namelijk een melding van wanneer ik een nieuwe video upload. Hoef je er nooit meer eentje te missen. En dan hoor je ook meteen bij de hashtag notificatiesquad. Woe, woe. En als je dat hebt gedaan, blijf dan vooral lekker kijken en laten we beginnen. Je hebt waarschijnlijk al eerder gehoord van LOL Surprise. Dat zijn van die kleine balletjes vol met superveel verrassingen. En ze zijn mega leuk. Maar in deze video ga ik iets anders uitproberen. Namelijk deze limited edition LOL Surprise Pearl Surprise Ball. Dit is in betaalde samenwerking met LOL Surprise. Want ze hebben mij gevraagd of ik deze in een video wilde unboxen. En natuurlijk wilde ik dat doen. Want oh my goodness, ik ben zo nieuwsgierig naar wat er allemaal in zit. Nou, zo ziet hij er dus uit zoals je kunt zien. Hij is echt zo ontzettend mooi. Ik hou enorm veel van deze kleur. En daarbij zitten hierop ook een aantal shimmery, glitterige dingetjes. En een handvat. Dat maakt het ook meteen een tasje. Maar de vraag is natuurlijk, wat zit erin? Dus, ik ga het lekker openmaken. Allereerst zie ik hier zo op de verpakking zo'n leuk typisch ritje van LOL Surprise. Ik ga even kijken of ik dit een beetje kan openpellen. Ik heb hele korte nagels vandaag. Gaan we. Oeh, oh, dat voelt zo lekker. Yes! Ik ga het er afhalen en... Wauw! Het ziet er zo ontzettend geweldig uit, jongens. Volgens mij moet dit een schelp voorstellen. Het geeft me in ieder geval wel echt een tropisch zeeachtig gevoel. En als ik het goed heb begrepen, moet je hem vervolgens zo neerzetten en dan openmaken, want anders valt alles eruit. Okidoki! Oh my goodness, jongens. Oh, de spanning. Wow! Oh, kijk hoe ontzettend gaaf dit eruit ziet. Ik vind de verpakking echt heel erg leuk. En daarbij zitten er allemaal verschillende soorten balletjes hier zo in. Ze lijken een beetje op eitjes of zo. Oh nee, alle balletjes zijn aan het vechten. Want hier zegt deze, hey, over hier. En volgens mij zegt deze dan, nee, ik eerst. Ze zien er allemaal hetzelfde uit eigenlijk. Oké, ik ga gewoon voor deze. Daar komt hij dan. Wow, ik heb hem. Oeh, wat zit erin? Hierbovenop zitten stipjes en hier heb je streepjes. Ik weet niet of ik dit makkelijk ga openmaken. Oh, wow, het popt echt in één keer zo open. Hada, ik zie nog helemaal niks. Oeh, ik weet niet wat het is, maar het ziet er heel schattig uit. Het is echt super mega mini. Volgens mij zijn het... Ja, het zijn kleine hakjes, jongens. Dit is waar het voetje hier zo in gaat. En dan heb je een klein pompommetje hier bovenop. Dat was heel erg leuk, maar ik kan niet wachten om te kijken naar wat er nog meer in zit. Ta-da-da-da-da! Heb ik... Oh, kies ik nou precies dezelfde uit? Want... Oh, hier. Ja, yes, ik haal hem eruit. En... Oh, yes. Oh-oh, ik zie iets roze hierin zitten. Even kijken wat het is. Ik heb het nog niet gezien. En kijk, het is een heel erg leuk roze shirtje met een aantal schelpjes erop. Echt weer dat tropische vakantiegevoel. Oh, ik heb zo ontzettend zin in de zomer nu. En het past echt heel erg geweldig met deze kleine schoentjes. We hebben alleen nog geen poppetje. Hoe gaan we dat oplossen? Ik weet het niet. Maar we gaan gewoon lekker door naar het volgende balletje. En dat wordt... Deze, jas. En dan gaat hij weer open. Oh, deze is wit. Huh? Wat heeft dat nou weer te betekenen? Wat is dit? Nee, dit zijn weer schoentjes. Dus ik heb keuze. Ik hou van keuze. Dat is zo ontzettend geweldig. Deze zijn dus roze. En het zijn van die platte schoentjes. Met een heel erg leuk enkelbandje eromheen. En hier gaat dan het voetje in. We hebben nog drie balletjes over hier zo. En die zitten hier allemaal bovenop. Dus dan hebben we deze. Dit is ook weer een witte. Dus misschien is dit wel een shirtje. Oeh, wacht, wat is dit? Het ziet er heel erg mooi turquoise uit. En ik ben benieuwd. Huh? Oh, het is een rokje met een onderbroekje. Nee, volgens mij is het gewoon een broekje met een aantal ruffles hier zo. Even kijken of dat leuk staat met het shirtje, jongens. Ja, dit is zo'n prachtige combinatie. En dan zijn we hier bij de laatste twee. Nu wordt het heel spannend. Welke ga ik doen? Ine, mine, mute. Oké, ik ga gewoon voor deze. Yes. En wat zit erin? Wat zit erin? Oh, volgens mij is dit ook een rokje. Ja. Ja!
Nee, hè? Een soort van bikinibroekje of zo. Dit is ook weer zo'n ontzettend prachtige turquoise kleur. En dan als laatste gok ik, want we hebben nu van alles twee behalve van het shirtje, dat hierin nog een shirtje gaat zitten. Maar dat gaan we natuurlijk wel even zien of ik gelijk heb hier zo. Daar gaan we. Het openmaken van deze balletjes is zo fijn. Echt heel erg leuk geluid. En ja, dit is een bikini topje, dus dat past echt perfect bij deze bodem. Volgens mij zit er nog een laagje in, dus ik ga eventjes kijken of ik deze eraf kan halen. Zo, en tada! Oeh, ik ga nu eventjes kijken en wow, wat is dat nou weer, jongens? Wacht, ik ga, oh my god, dit is echt best wel zwaar eigenlijk. Als je bedenkt dat het maar gewoon één dingetje is. Wow, ik wil gewoon kijken wat het is. Ik denk dat ik het weet. Het is een visser. Hij zit echt helemaal in plastic en hij is zo ontzettend groot. Hoe gaaf is dit, jongens? Zoals je kunt zien is het in de vorm van een schelp en heeft hij hele prachtige kleuren. Ik ga er gewoon eventjes zo. Hè? Huh? Huh? Het zit dubbel verpakt in plastic, jongens. Wow, het poeder komt er van af. Ik ben zo ontzettend benieuwd of het een geurtje heeft. Even kijken. Oeh, nee, het ruikt eigenlijk helemaal nergens naar. En volgens mij is dat omdat dit geen bath bomb is. Het is namelijk de bedoeling om deze schelp hier zo op te vullen. En deze hierin te laten vissen. En jongens, ik weet niet of je het hebt gemerkt. Maar deze is nu helemaal leeg. En we hebben nog geen figuurtje. Maar wel een visser. Zo. En tada! Nou, ik hoop dat dit genoeg is. Of misschien niet te veel is in ieder geval. Ik weet het niet helemaal precies. Jongens, oh, ik vind het zo spannend. Want ik wil gewoon heel erg graag weten of er ook inderdaad iets in zit. 3, 2, 1. Wow! Oh my god! Dat doet zoveel meer dan dat ik had verwacht. Wow! Het is echt mega bruisend. Wacht, ik ga het nu gewoon eventjes laten draaien. En go! Oeh, misschien moet ik hem even omdraaien. Kijken hoe de andere kant eruit ziet. Wow! Wow, 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 wow! Oh my goodness, jongens. Er zit iets in de bruisbal. Hoe ontzettend gaaf en leuk is dit? Oh nee, jongens. Het begint nu te breken, zoals je kunt zien. Kijk. Ik raak het niet aan, maar het gaat er zo gewoon van af. Het glijdt helemaal vanzelf. Woehoe. Oké, dan pak ik dit vast. Woehoe. Oh my goodness. Het is er dus gewoon zo van af. Tada. Het is natuurlijk super leuk om het gewoon helemaal uit te laten vissen. Maar ik kan gewoon niet meer wachten met kijken wat er hier allemaal in zit. Kijk hoe ontzettend leuk en gaaf die eruit ziet. Okidokie. Yes, nou dat ging eigenlijk vrij makkelijk. Wat is het spannend. En tada! Hoe ontzettend leuk. Deze blijft gewoon openstaan en er zitten verpakkingjes in. Oh my god. Ik ga hier zo even kijken wat er allemaal in zit. Hier heb je één pakje. Twee. Wow. Drie. Nou, er zitten drie verschillende dingetjes in. Wat kan het zijn? Ik begin met deze kleinste. Dus ik ga hem gewoon lekker openknippen. En het voelt vrij zacht aan. Wow! Kijk hoe ontzettend gaaf dit eruit ziet. Volgens mij moet het een soort van blikje frisdrank voorstellen of zo. Alleen is het nu in de vorm van een flesje met een handvat en een rietje hierbovenin. Ik heb een klein beetje water in een van deze balletjes gestopt. En vervolgens zo het water opzuigen, denk ik. Even kijken of we het eruit kunnen halen en... Oh my god! Nou, wat dat betreft is deze al helemaal goedgekeurd. Gewoon omdat je dat kunt doen. Ta-ta-ta-ta-ta! Nou jongens, de tijd is aangekomen voor... Oh my god! Dit is zo ontzettend schattig. Het is eigenlijk gewoon een baby. Volgens mij heet dit een little sister. Hoe ontzettend leuk is dit? Wow, dat had ik echt totaal niet verwacht. Nou, dan ben ik nu wel heel erg benieuwd naar wat hierin zit. En ik zie beentjes, ik zie beentjes. Tada! Oh nee! Ze is naakt. Tada! Nou, daar is ze dan, jongens. Hey, dit is echt gewoon precies dezelfde. Alleen is dit dan natuurlijk de little sister. En dit is de LOL Surprise Pop. En ze hebben heel erg prachtig metallic glimmend roze haar. En deze komen natuurlijk uit de Pearl Surprise. Dus dat betekent dat dit exclusieve figuurtjes zijn die je alleen maar hierin kunt vinden. Hoe ongelooflijk tof, jongens. Oké, dan is het nu tijd om dit poppetje nu maar aan te gaan kleden. Want volgens mij is ze een klein beetje koud. Ik denk dat we gewoon gaan beginnen met het allereerste shirtje dat we er hebben uitgehaald. Je kan haar armpjes gewoon lekker bewegen. Dus dan kan je het heel erg makkelijk zo aandoen. Het staat super mooi bij de roze haartjes. En dan gaan we nu door naar dit rokbroekje. Dus ik ga hem zo eventjes aandoen. Tja, tja, tja.
En yes! Kijk hoe ontzettend leuk dit eruit ziet. Het staat er echt mega schattig. En als allerlaatste moeten we haar natuurlijk ook nog wat schoentjes geven. Zo, oké. Dat gaat super makkelijk. En yes! Nou, ze is helemaal fashionable zoals je kunt zien. En als allerlaatste wil ik haar ook nog eventjes een beetje drinken geven. Volgens mij heeft ze echt heel erg veel dorst. Dus, here we go. En dan moet ik hem nu natuurlijk eventjes indrukken. En yes! Hey, het lekt er niet. Oh! Ze liet een boertje, maar het lekt er verder niet uit. Volgens mij kan je hier zo in haar hoofd knijpen en... Go! Wow! Woehoehoe! Wow, nou jongens, ze doen me echt gewoon denken aan een hele prachtige zeemermin. En ik moet heel eerlijk toegeven dat dit echt zo ontzettend geweldig is. Dus wat mij betreft krijgt deze LOL Surprise Ball een mega dikke vette duim omhoog. Yes! Deze LOL Surprise figuurtjes zijn natuurlijk super leuk om te verzamelen. Dus de vraag van vandaag is, wat vind jij leuk om te verzamelen? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties onder deze video. En vergeet dan ook absoluut niet om het een duimpje omhoog te geven. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doeg!